Wat kan een patiënt doen waardoor de dokters en het andere ziekenhuispersoneel hun hoofden buigen? In plaats van het levenloze lichaam van de patiënt gewoon af te dekken en hem naar het mortuarium te vervoeren, toonden ze hem de hoogste vorm van respect die je maar kan voorstellen. Het is nog fascinerender en treuriger als je hoort dat de patiënt pas 11 jaar oud is. Je hebt misschien wat zakdoekjes nodig bij dit verhaal. Deze patiënt is Liang Yao uit Shenzhen, uit de zuidelijke Chinese provincie Guangdong. Een paar minuten geleden zat zijn moeder Li Chun onafgebroken te huilen terwijl ze zijn handen vasthield. Ze had net haar zoon verloren en haar pijn was met geen woorden te beschrijven. Liang had zojuist een strijd verloren die hij het grootste deel van zijn leven had gevoerd. Een strijd die het leven uit zijn lichaam had weggezogen, maar nooit zijn enthousiasme. Liang werd 2 jaar geleden gediagnosticeerd met een hersentumor. Op die dag werd hij wakker, niet in staat om iets te doen, waardoor zijn zus, Liang Lijun, hem met spoed naar het ziekenhuis bracht. Net als de meeste kinderen wilde hij van alles worden als hij volwassen was. Dus koos hij een beroep waarbij hij regelmatig leven zou kunnen redden. Een tijd lang wilde hij dokter worden. Maar net als de meeste van zijn leeftijdsgenoten koos hij een ander beroep toen hij ouder werd. Toen Liang 5 was, kocht zijn broer een boek voor hem over grote uitvindingen en dit zorgde ervoor dat hij raketspecialist wilde worden. Mijn zoon wilde veel dingen worden als hij groot zou zijn. Het is bijna alsof zijn beroepskeuze elke dag of maand veranderde. Ik kan niet veel beroepen bedenken waar mijn kleine jongen niet in geïnteresseerd was. Maar één ding sprong er altijd uit. Het is het enige dat nooit veranderde. Liang wilde altijd een superheld worden, hoe oud hij ook was. Hij wist echter dat hij geen superkracht, een magische hamer of een andere coole superkracht had om zijn droom te verwezenlijken. Hij wilde altijd mensen helpen. Dat was het belangrijkste voor hem. Hij wilde zijn leven in dienst van andere leven, zei zijn moeder. Na enkele jaren moest Liang zijn moeder verlaten en van de Lianjiang County in Guangdong naar Shenzhen verhuizen om bij zijn broer Liang Pelhong en diens zus in te trekken. Dit om ervoor te zorgen dat hij naar een lagere school in hun omgeving kon gaan. Op een avond vertelde de 9-jarige Liang zijn zus dat hij erg moe was en zich duizelig voelde. Zijn zus dacht dat hij verkouden was, dus stopte ze hem in bed en vertelde hem dat hij zich de volgende ochtend waarschijnlijk beter zou voelen. In plaats van beter te worden, werd de volgende dag het begin van een nachtmerrie die de rest van zijn leven zou duren. Toen hij wakker werd, had het jongetje moeite met lopen. Dus belde zijn zusje zijn moeder en bracht hem met spoed naar het ziekenhuis. Li Chun vroeg of haar zoon gevallen was of zich al een tijdje onwel voelde. Maar haar dochter legde uit dat hij zich alleen de vorige avond duizelig had gevoeld. Ze dachten allemaal dat de ziekte gemakkelijk te genezen zou zijn en Liang in een mum van tijd uit het ziekenhuis zou zijn. Maar toen de dokter op het punt stond het resultaat van de testen die ze deden te onthullen, kon Li Chun al merken dat ze met een moeilijkere kwestie te maken hadden dan ze dacht. Ik kon het gewoon zien aan de blik op het gezicht van de dokter en de toon van zijn stem. Het was duidelijk dat hij ons niet ging vertellen dat Liang gewoon verkouden was of dat hij snel naar huis zou gaan. Ik was al bang voor wat hij zou gaan zeggen voordat hij iets zei. Zelfs mijn dochter kon aanvoelen dat het probleem veel groter was dan we dachten, verklaarde de moeder. De dokter vertelde hen dat Liang een hersentumor had. Toen Li Chun deze woorden hoorde, was het alsof de wereld stilstond en niets anders er meer toe deed. Ze hoorde daarna zelfs geen andere woorden meer die de dokter zei. Het was als een dolk in haar hart, want ze wist dat hun leven voorgoed veranderd was. Ze werd nog ongeruster toen ze te horen kregen hoeveel de behandeling van Liang zou gaan kosten. De moeder gebruikte al haar spaargeld en leende ook van haar familie en vrienden om haar te helpen de behandeling van haar zoon te betalen. Na enige tijd herstelde Liang langzaam. De aanhoudende hoofdpijnen waren verminderd. Hij kon zijn spieren beter bewegen en zijn spraak was verbeterd. Li Chun verklaarde, toen ik merkte dat hij beter werd, wist ik dat God met ons was. Voorheen kon Liang verschillende dingen niet meer voelen. Hij kon het niet meer voelen als je hem met een speld of een naald stak. Eén kant van zijn lichaam, zijn arm en zijn benen waren ook nogal zwak en hij zei me steeds dat hij moe was. Soms kon hij ons niet eens zien of verstaan wat we zeiden. Dat waren de engste tijden. Kort na deze periode mochten ze Liang mee naar huis nemen en zijn herstel leek op de goede weg te zijn. Meer dan 3 maanden lang was zijn gezondheid stabiel, maar zijn leven was voorgoed veranderd. Hij kon niet meer met zijn vriendjes spelen zoals hij normaal deed en ook geen van de andere dingen doen die hij graag deed. Maar zijn familie had er vertrouwen in dat hij volledig zou herstellen. Op een nacht werd zijn moeder gewekt door het lawaai dat uit zijn kamer kwam. Liang was uit zijn bed gevallen en zijn moeder kon zien dat zijn spieren weer zwak waren. Zijn toestand was teruggekeerd
tot wat het oorspronkelijk was. Of misschien was het zelfs nog erger geworden dan voorheen. Hij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht en moest opnieuw met chemotherapie beginnen. Deze keer lag hij meer dan een jaar in het ziekenhuis. Ik begrijp niet wat er gebeurd is. De chirurg vertelde me dat het mogelijk is dat dit gebeurt, maar het is erg moeilijk voor me om te accepteren. Het is net zo moeilijk voor mijn dochter en mijn andere zoon. Yang is zo jong en om hem zo'n intense behandeling te zien ondergaan is voor mij als ouder moeilijk om naar te kijken. Ik weet dat het nodig is, maar ik vind het vreselijk om te zien dat mijn zoon zo'n moeilijke periode moet doormaken, zei Li Chun. Terwijl zijn familie natuurlijk bezorgd was, bleef Yang kalm. Zijn moeder verklaarde dat hij nooit in paniek raakte en, hoewel hij niet meer zoveel glimlachte als hij normaal deed, bleef Yang zijn vrolijke zelf. Het zo lang in het ziekenhuis verblijven herinnerde hem er ook aan waarom hij dokter wilde worden. Yang zei tegen zijn moeder, "Als ik hier weg ben, wil ik weer dokter worden. Net zoals de dokters mij en de andere patiënten geholpen hebben, wil ik ook mensen helpen. Ik wil de ziektes van andere kinderen genezen en hun families gelukkig maken. Is dat niet geweldig?" Niet lang daarna kreeg de familie goed nieuws. De dokter vertelde Li Chun dat ze een lichte verbetering in zijn toestand hadden gezien. Hoewel ze hem niet meer zoals vroeger mee naar huis mochten nemen, luchtte deze informatie hen op en ze begonnen weer te hopen. Toen het tijd was voor zijn 11e verjaardag, mochten ze van het ziekenhuis een feestje vieren op zijn afdeling. Ze hadden een taart en zijn moeder gaf hem ook een stethoscoop cadeau. Maar tijdens de viering kwamen de pijnen terug en deze keer waren ze heviger. De dokters konden hem uiteindelijk stabiliseren, waarna ze enkele testen uitvoerden. Uit de resultaten bleek dat de tumor agressief was geworden en zich weer aan het verspreiden was. 2 dagen later zei Yang, "Ik heb veel mensen goede daden zien doen en ik vind ze geweldig. Ik wil ook een geweldig kind zijn. Mama, als ik sterf, geef dan een deel van mij aan anderen," zei de jongen. Toen zijn moeder zei dat ze het niet begreep, legde hij uit, "Ik wil dat je mijn organen doneert." Zijn moeder was verrast en het duurde even voor ze reageerde, maar ze ging ermee akkoord. Jammer genoeg overleed de 11-jarige Yang de dag nadat hij zijn moeder over de laatste wensen had verteld. Toen ze op het punt stonden het levenloze lichaam van Yang de kamer uit te brengen, deelde Li Chun de dokters mee wat de laatste wens van haar zoon was. De dokters en verpleegsters waren verbaasd dat zo'n jongetje deze volwassen beslissing nam. Terwijl het lichaam van Yang naar de gang werd gebracht, bogen de ziekenhuismedewerkers hun hoofd 3 maal naar de heldhaftige jongen om hun uiterste respect en medeleven te tonen. Binnen een uur nadat Yang zijn laatste adem uitblies, redde hij 2 levens door zijn nieren en zijn hart te doneren. Zijn zus, Li Jun, zei, "Mijn broer wilde altijd al een held zijn. Hij dacht dat hij dat zou doen door dokter te worden of een uitvinder. In plaats daarvan deed hij het op een manier die niemand zag aankomen. Niemand kan ontkennen dat Yang een held is en hij zal op een andere manier verder leven. Mogen de ziel van Yang in vrede rusten. Wat vind je van de vrijgevige daad van Yang? Tot de volgende keer!"